Straks inflikken. We moeten ze toch iets kunnen geven. Geef ze mijn dossiers, dan kunnen ze meteen beginnen. Jullie worden definitief overgeplaatst aan de fietsbrigade. Een bijzonder goede avond. Fijn dat u op deze zondagavond op TV1 heeft afgestemd. Straks kan u dus rekenen op een nieuwe aflevering van Flikken, waarin Merel en Sophie zich nog steeds vastbijten in de zaak van vorige week. Vooral Sophie is ervan overtuigd dat de overvallers van het tuincentrum opnieuw zullen toeslaan. En ze gaat dan ook tot het uiterste. Na Flikken krijgen de deelnemertjes van de tweede halve finale van Eurosong for Kids de punten te horen. En zullen ze weten wie naar de finale van volgende week zondag mag. Daarna is het de beurt aan Sportweekend met Frank Raas, die vandaag hoog bezoek krijgt van Antoine van Hoven en Michel Verschuren. Maar eerst laten we de Eurosong Kids aan het woord. Of beter gezegd, we laten ze zingen. Daarom schakelen we nu live over naar de studio, waar iedereen vol spanning wacht om eraan te beginnen. Hoog tijd dus voor de tweede halve finale van Eurosong for Kids.